In een stralende zon ben ik op dit moment in Noorden en ik sta hier naast Yvonne. Yvonne, waar ben ik? Je bent een theehuis de Noordhoek. En we hebben vandaag de brokantenmarkt met allerlei leuke dingen, leuke kraampjes. We hebben een houtbewerker, we hebben glasgraveren, glasblazen, glaskralenblazen. En we hebben natuurlijk onze eigen koffie met appeltaart. Oh. Dat is echt, daar staan we echt bekend om. Dus, we hebben nog een saxofonist op het terrein, dus echt... De moeite waard om even een rondje te doen. Ja, je gaat ons een rondleiding geven. Ik geef jullie een rondleiding, ja. Ga je mee? Ja. Yvonne, kun je me even vertellen wat het project De Noordhoek inhoudt? Ja, De Noordhoek is een zorgboerderij waar 14 mensen wonen. En daarnaast hebben we dan binnen De Noordhoek hebben we de dagbesteding, waaronder het theehuis. We hebben een curioza winkeltje, we hebben een kaarsenmakerij en we hebben een groengroep die de gemeentes schoonhoudt. Lef, ik sta hier naast jou. Je bent een drummer hier op het plein. Ja. Hoe vind je dat nou om voor deze open dag te spelen? Hartstikke gezellig. Ja. Wat speel je allemaal? Een beetje ouderwetse dreuntjes. Zoals? Een beetje de Beatles, een beetje Ray Charles. En dat repeteer je dan samen met je collega? Ja. Wat is de naam van de band? De Noordhoekies? Ja, precies. Ja. Ja. Hey, maar dat doe je samen met je collega. U bent? Rob Oosteijgel. Ik werk hier ook. Dus, Ja, Rob, je werkt hier ook en dus ook nog muzikant vandaag? Ja, vandaag wel. Ja. Ja. Op de saxofoon? Juist, even samen lekker knallen. Ja. Hey, hoe reageert het publiek op jullie? Geweldig. Ze hebben al een dansje gemaakt en echt waar? Beigen gezongen en gedaan. Ja. Dus gaat leuk. Ja. Hey, laat eens een stukje horen voor de mensen thuis. Oké. Okay. Naast me staat Annie. Annie, wat ben je vandaag aan het doen hier al? Ik ben hier de mensen een beetje aan het rondleiden ook. Maar goed, in wezen weten ze allemaal wel de weg te vinden. Want alles staat buiten en alles staat te pronken om verkocht te worden. Is het een beetje een bekende plek voor jou hier ook? Dit is een hele bekende plek voor mij. Ik ben hier als vrijwilligster. Ik werk donderdags op de kaarsenmakerij en de curioza. Mag ik indelen, verkopen en doen. Onze zoon die woont hier. En vanaf het begin woont hij hier. En het is hier helemaal geweldig. Ja, wat is hier nou zo leuk dan? De begeleiding die de kinderen krijgen hier op de boerderij is helemaal fantastisch. De mensen die hier werken, dat is gezellig. En de mensen die komen kopen, die komen kijken. Het theehuis is altijd gezellig, met lekker appeltaart natuurlijk. Daar staan we onbekend zo'n beetje. Ja, die gaan we straks eerst eens proeven. Dat is de moeite waard, echt waar. Maar niet alleen appeltaart hoor, er zitten ook lekkere broodjes bij en zo. Nou, daar hebben we de kaarsenmakerij dan. En daar is ook van alles te zien. De meervoudige gehandicapten, die komen hier elke dag als dagbesteding. En die komen dan de kaarsen maken en kleuren en... Het is een lekkere levendige boel hier. Ja, zeker weten. Het is elke dag actief. Van maandag tot en met zondag. Annie, dit is echt jouw domein hier, hè? Ja, dit is mijn domein, ja. Ik vind het hier heerlijk om te kunnen werken. En net als het kleurtje al in mijn handen houdt. Het zijn allemaal stukjes. En dat wordt dan gebroken. En dat wordt weer in een mal gezet. Daar komt weer vloeibaar kaarsvet komt er weer in. En dat wordt dan hard. En dan heb je een heel mooi product, hou je over. En iedereen kan hier gewoon naar binnen komen om kaarsen te kopen? Iedereen is welkom. En ook bestellingen, iedereen is welkom. Alles kan ook op maat gemaakt worden? Veel wel. En ook de kleuren kunnen ook nog aparte kleurtjes van gemaakt worden. Alles is mogelijk. Corrie Wijfje, wat ben je hier aan het doen? Ik ben van oude fietsenbanden, kettingen en armbandjes aan het maken. Wat, doe je dat vaker hier dan? Nee, voor het eerst dit jaar. De eerste mocht ik hier aanwezig zijn. Hoe kwamen ze aan je? Hoe kwamen ze aan? Via mijn zus, die bij de kringloop werkt. Ja. En toen dacht je van, nou, dat kan ik ook wel eens gaan doen hier. Ja, dus werd gevraagd, wil je op het goede doel ook gaan zitten? Ik zei, nou, dat gaan we doen. Ja. Vond ik wel leuk. En is er een beetje animo voor je kettingen? Ja, gaat hartstikke goed. Kijk maar eens even wat leuk. Ja. Alle kleuren, moet je bekijken. Ze staan bij jou ook nog wel, denk ik. Ja, ik zou zeggen, doen. Ja, leuk. Het ziet er mooi uit. En je kan er dus ook een
tasje van maken. Yo, ik wist niet dat het allemaal kon met die oude fietsenbanden. Er kan van alles met die oude fietsenbanden, ja. Gouden handel. Dus gooi niks weg. Je kan alles bewaren, dus. Saskia, dit ziet er wel heel mooi uit. Ja, vind ik leuk. Vind ik leuk, ja. Hoe ben je hier terechtgekomen? Ik ben via kennis hier terechtgekomen. Ja, en je bent nu wat mee aan het maken? Worden glaskralen. En wat kun je daarmee doen? Ja, bij vrouwen vinden natuurlijk sieraden prachtig mooi. Dus je kunt ketting, armband, wat je maar wilt. Ja, en dat maak je dus gewoon hier op bestelling? Dat kan op bestelling en er liggen er al een aantal klaar. Dus het is een kwestie van uitzoeken. Het is echt nog wel heel wat werk ook, hè? Ja, je moet wel op blijven letten. Ja. Je ziet er een mooi brilletje op. Brillen speciaal voor de vlam. Als jullie in de vlam kijken, zie je oranje gloed. Die zie ik niet. Dus ik zie wel wat ik doe. En daar is de bril voor. Het begint al lekker druk te worden hier weer, hè? Ja, gezellig, hè? Ja, dat de mensen komen op de muziek afdenken en op onze spullen, hè? Ja, want we staan nu in de curioze winkel. Ja, dat klopt, ja. Dit is de winkel waar de spullen die we hier hebben, die krijgen we allemaal van de mensen. We hebben ook in Nieuwkoop onze kringloopwinkel. En daar zoeken we de spullen uit waarvan we denken van nou, dat is nostalgie of semi-antiek. En dat zetten we dan weer hier neer en kunnen de mensen ook kopen. En dat wordt dan ook regelmatig leuke dingen verkocht. Ja, maar er zal ook vaak heel wat troep worden aangeleverd, of niet? Er wordt toch ook wel veel troep aangeleverd. Maar daar hebben we kuif weer voor, hè. Maar we verkopen ook in onze kringlopen heel veel, hoor. Dus, daar kunnen mensen ook altijd terecht. Daar kunnen de mensen ook elke dag terecht, ja. Zeg, Leo, wat doe jij hier op het terras? Wat doe ik hier op het terras? Je ziet het koffiedrinken met een lekker appelpuntje. Ja, daar staan ze hier onbekend, hè? Ja, ik vind dat zo gezellig. Zeg ze niet, er is hier ook nog een, hoe heet dat hier? Vanochtend, de Noordhoek, nee, maar een brocanterie. En dan gaan we daar ook even heen. Maar ik wil toch nog vanmiddag even een rondje gaan fietsen. Ik zeg, niet te lang. Even een bakje koffie met wat lekkers natuurlijk. En je kom je altijd weer bekende tegen. Want degene die de koffie ook kon brengen of iets dergelijks die het genoteerd heeft, is ook een wielrenster. Dus nou, dan ga je daarmee aan de praat, want die heb je dan ook wel eens meer meegemaakt op een andere locatie. En dan is het toch gewoon gezellig met elkaar. Lekker onder de mensen. Lekker onder de mensen, daar hou ik van. Ja. Okay. Natasja en Iris, ik stond eigenlijk een beetje versteld hoe mooi het hier wel niet is. Ja, klopt, ja. Mooi, hè? Ja. En jullie zijn hier nou ook elke dag? Ik niet, maar ik op dinsdag en verder ben ik er niet op school, alleen. Ja. Dan zit je lekker op school. Ja. Hey, maar wie bakt hier nou die lekkere appeltaart? Wie kan dat nou zo goed hier, hoor? Ben jij dat? De collega's voor. Heb je allemaal collega's voor? Ja. Maar jij kan ook heel goed appeltaart bakken? Ja. Ja. En wie had dan vandaag gebakken die ik net op heb? Wie was dat? Even denken, wie was dat ook alweer? Gaan we niet vertellen. Joke de Jong. Nou, die krijgt dan een compliment door mensen thuis, want die appeltaart is hier zo lekker. En kunnen de mensen gewoon elke dag hier nou appeltaart komen eten? Sommigen wel, sommigen niet. Ja, maar elke dag zijn jullie wel open, toch? Ja. En dan zijn jullie open om een uurtje of 10, of voor koffietijd? Hele dag. De hele dag. U hoort het mensen thuis, u kunt hier de hele dag komen. En ik heb me zelfs laten vertellen dat jullie ook voor feestjes te boeken zijn en voor brunchen. Van alles kan hier ook. Ja, klopt. Dat is wel gezellig. En high tea kan hier georganiseerd worden. Nou, ik stel voor dat we gewoon een keer terugkomen bij jullie. Ja. Goed idee? Ja. Goed zo, mensen thuis. Wij komen terug in de Noordhoek, in Noorden. Zandvoort.